Ja, ik vind van GTV het leukste ja, dat het samenspel is. Doelpunten scoren of ja, kleine duweltjes tussen onder elkaar en dat soort dingen eigenlijk wel. Vooral met testspelers te spelen, ja. Zo leer ik hun beter kennen dan zij mij ook. Ja, ik hoop dat we eigenlijk wel winnen, maar ja, als we niet winnen, ja, jammer dan. Hey Gert-Jan, moet je niet naar de Manchester Vitesse G-trofee? Oh, ik heb bijna vergeten. Niet op de gang voetballen! Dames en heren, hebben we er een beetje zin in? Scheidsrechters, dan mag de eerste wedstrijd gaan beginnen. Gert-Jan, hoe gaat het tot nu toe? Ja, best wel goed. Ja, eerste wedstrijd 6-0. Ja, nu gaat het best wel goed, ja. Hartenberg, die krijgt Jan Arie van der Heijden. Heb je al een beetje gekeken bij de andere ploegen of die het goed doen? Ja, zover ik kan kijken van hier op het velden, zie ik dat wel andere ploegen wel goed doen. Dat scheelde niks, hè, die bal? Zeker niet. Helemaal niet. Dus genieten vandaag. Ik kan me nog heel goed herinneren van toen ik hier begon een beetje bij Vitesse. Maar toen was het al een fantastisch evenement en het blijft altijd. Wat denk je als je zo inschat de jongens, de titelkandidaat? Dat denk ik wel. We hebben een fysiek sterke ploeg, dus daarmee moeten we het doen. Hè? Maar voetballen en broodje kroketten gaat niet samen. Hoort erbij. Pieter, hoort er niet bij dit? Ja, we zijn de eerste poolronde doorgekomen. Dus ja, eigenlijk wil ik het niet goedkeuren. Maar hij heeft het wel verdiend. Voor deze keer. We zijn ook verwendicapt. Ja. Denk aan snel verdedigen en denk aan snel aanvallen. Gelijk door, druk zetten vooruit en kom op, gaan erop. Kom aan, hè. Ja, dat is kom cool, hè. Hey, Pinky! Wat ga je? Pieter! Nou jongens, mooie dag geweest. Uiteindelijk, hoeveel zijn jullie geëindigd? Tweede. Bijna eerste, Piet. Ja, zeker. We zijn wel heel ver gekomen en we hebben als team zijnde geknokt. En ik denk dat, dat het heel leuk is voor ons, ik denk voor alle mensen die hier waren, om te zien hoe gelukkig en hoe met veel enthousiasme alles werd gedaan. Mooie dag gehad. Ja, dat zeker. We zijn alleen helaas tweede geworden, geen kampioen. Maar ja, volgend jaar beter. Oké.